Goedemorgen, het is donderdag en ik ben wakker. Ik heb net gedoucht en vandaag werk ik thuis een dagje. En morgen is eigenlijk de laatste dag voordat we op reis gaan. Dus ja, ik ga vandaag alles proberen af te ronden. Ik ga morgen nog wel naar kantoor, maar ik probeer zeg maar alle artikelen af te ronden wat ik kan doen. En dan probeer ik al een beetje soort van in te pakken en spullen. Het is gewoon een ongoing thing. Dat we gewoon net de kleren uitzoeken, spullen uitzoeken. Ik ben mijn Burning Man boekje ergens in huis kwijt. Die moet ik even gaan zoeken. En vanavond gaat Poefje naar de kapper voor zijn felle haar- en baardkleur. Dus dat wordt super awesome. En dat is 6:15. Ja, en daarvoor heb ik gewoon de hele, ja, zit ik thuis te werken en zo. Morgen naar kantoor. En Foefie heeft een rally morgen, waar hij rijdt tot laat. Dus vandaar, hij moet eigenlijk al vandaag alles afronden. Dus ja, het komt nu echt heel dichtbij. Hela en Jimmy Boy zijn al in Amerika. Sowieso, weet je wat nou de groep is voor Burning Man? Onze samenstelling is als volgt. We hebben Foef en ik, Anna en Danny. Die kennen jullie, Anna en Nushin. Dan Penny en Twan, dat zijn de BFF's van Anna en Danny. Die wij nu ook leren kennen, ze zijn super leuk. Dan een vriendinnetje weer van hun, Sana. En dan hebben we Jimmy Boy, die ook alleen gaat. En Hella, die alleen gaat. En Jimmy Boy en Hella, die zijn met z'n tweeën naar Amerika. Ja, omdat dat gewoon gezellig is als vrienden, zeg maar. En hotels splitsen en zo. En super slim. Dus ja, dus we hebben een paar duo's en mensen die alleen gaan. En voor anderen die bijvoorbeeld denken, ik heb geen vriend of weet ik veel wat, ga gewoon lekker alleen. Als je ooit naar Burning Man wilde, gaan heel veel mensen alleen. Het is juist een super mooie plek om jezelf zeg maar te ontdekken. En ja, weet je, je eigen ding te doen. En heel veel vrienden te maken van over de hele wereld. Dus ja. Yeah. Chill outfit of the day. Dit t-shirt. Dit is leren joggingbroek. En ja, later vandaag ga ik me nog wel even opmaken. Als ik ook met voet naar de kapper ga en zo. Maar nu wil ik het soort van natural houden. Even fris. Simpje. Dit is denk ik de laatste keer dat ik het zeg, want ik krijg er zo vaak vragen over. Maar iedereen vraagt of onze katten dus naar buiten komen. Nee, dat komen ze niet. En dat is niet dierenmishandeling of zielig. Zij weten dat niet beter. Of althans, Manies die is één keer van een balkon gevallen bij haar vorige eigenaar. En dat ging... Hey, hallo. Hij is echt een kwaai jongen, zoek je het dan? Die mond nou nog open. Maar Manies is dus een keer van een balkon afgevallen en die is helemaal getraumatiseerd daardoor. Die vindt het allemaal doodeng. Siem is nooit buiten geweest. Het is niet erg. Ik weet dat er... Kijk, als je nou woont, als je een prachtige boerderij hebt met een hele grote tuin en zo, is het natuurlijk best wel veilig voor katten en zo. Maar hier, je kan niet een kat bij Den Haag Centraal buiten laten spelen. Die wordt gewoon binnen de kortste keren doodgereden. Bovendien, deze katjes die zijn natuurlijk helemaal niet gewend. Dus dat gaat niet goed. We zijn uiteraard met huizen en zo wel aan het kijken voor tuinen en dat soort dingen. Want het lijkt me wel leuk als we bijvoorbeeld in de tuin kunnen blijven. Maar nee, het is, weet je, niet alle katten zijn buitenkatten. Ik heb zelfs een keer gehoord dat iets van, als je een buitenkat hebt, dan heeft hij iets van 12 keer meer de kans om jong te overlijden, omdat ze worden aangereden en zo. En een binnenkat, ja, ik vind het ook prima. We hebben grote appartementen, we hebben 120 vierkante meter ongeveer. Dan kunnen ze lekker rondrennen en spelen, ze hebben een kasteel en ze krijgen heel veel knuffels en aandacht. Oh, trouwens, en als we op vakantie zijn... dan zit er altijd iemand in ons huis. De hele dag, om op de katten te letten. Speciaal voor hun. Vertroetelen, hè? Vertroetelen. Ja, nu is het klaar. Nu gaan we echt stoeien. Dit is echt een hele leuke tip die ik online vind. Het is bedoeld voor Burning Man, maar eigenlijk vind ik dit ook wel een goeie voor real life. Als je dus bij Burning Man bent en je raakt je telefoon kwijt, om dit je beginscherm te maken. Dus dat er staat, please return to, en dan naam. Nou, in dit geval kamp dit, bla bla, e-mail, nummer en dan allergieën. En zij doen dit dan met InstaQuote, die heb ik nou ook even gedownload. Dat is zo'n appje om mooie quotes te maken. Ook geinige tip, die ga ik nu dus ook gebruiken. Maar dan kan je dus daar een plaatje mee maken en die moet je dan squeezen. Het is natuurlijk een vierkantje. Naar beneden en dan... eindigt die uiteindelijk dus zo. Super goede tip. Voor anderen. Misschien als je kinderen hebt of zo, dat je dat erop kan zetten. Ja. Oh, ik heb een nog beter idee. Je kan ook je foto erbij doen. Dus dat je dan dit zo doet en hier een stukje met jou erop. Dan als mensen je zien, dan weten ze van dat is jouw telefoon. Alright, ik heb een beetje gewerkt. Ik ga naar mijn waxafspraak. Het is 1:15. Eigenlijk moet ik ook even lunchen. Ja, ik ga waxen, even wat eten. En dan terug naar huis. Verder werken. Enzovoort. Ik vind mijn haar trouwens echt dramatisch vandaag. Maar ik ben nog steeds aan het oefenen voor een week Burning Man niet wassen. Je weet.
Ik draag vandaag L'Occitane Magnolia Muur. Ik ga nu naar de wax. De wax voor Burning Man. Gelukkig, ik wax nu al 3,5 jaar ongeveer. En het is bij mij nu, ik heb nu echt het punt bereikt dat, Brazilian wax heb ik het over. Dat ik zeker 3 weken gewoon helemaal, een beetje TMI misschien, maar anderen die in beauty zijn. Dat het gewoon helemaal 3 weken niks is. En ik doe het 1 keer in de 4-5 weken ongeveer. En ik kan het iedereen aanraden, het heeft mij ongeveer een half jaar geduurd voordat ik echt dacht van... Oké, want je moet altijd een beetje 3 mm opsparen of zo. En ja, dat is wel een soort van... Nou ja, goed, weet je. Ik vind het fijn als ik gewoon helemaal haarvrij ben. Sommigen doen ook laser daar. Maar ik weet niet. Het gaat zo goed met waxen mij dat ik echt oprecht denk dat ik op een gegeven moment geen haar meer heb daar. Of dat hoop ik tenminste. Ik had net een telefonische meeting met Londen voor mijn super, super secret project. Ik heb er zoveel zin in. Ik moet er eventjes wat, wat voor doen zo. En... spannend. Voor iedereen die vraagt wanneer ik het kan vertellen. Sorry, ik heb geen datum of zo. Maar zodra ik het kan vertellen, ga ik jullie uiteraard vertellen. Het is heel leuk dat jullie allemaal pogingen doen om het te raden. Kleine salade en een falafel hummus wrap. Het zijn eigenlijk mijn go-to snacks als ik bij de AHA to go ben. Zo lekker, als lunch zeg maar. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Ik heb alles af. Kijk, alles is afgepinkt. Oké, die feetjes, dat zijn vlogs. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst editen. Dus dat is voor de komende dagen slash tijdens vakantie vlogs editen. Maar, yay, ik heb alle artikelen af. En alles. Nou, natuurlijk zijn er nog dingen die ik moet doen. Ik moet een bepaalde rekening nog betalen. Die liggen op kantoor, dat doe ik morgen. Ik moet bepaalde dingetjes checken. Ik moet mailtjes afronden en zo. En... Yeah, ik heb echt... Yes, het is donderdag. Weet je hoe dat vroeger ging? Dan gingen we op zaterdag op vakantie. En dan was ik gewoon tot 2:30 s'nachts vrijdagavond nog aan het werk om alles af te ronden. Maar het is nu erg goed gegaan. En yay, we zijn zo blij mee. Ik zit nog steeds een klein beetje met een soort van knoop in mijn maag. Gewoon het idee dat ik waarschijnlijk 1 of 2 vlogs niet naar Burning Man direct kan uploaden. Maar... ik weet gewoon, daar is gewoon begrip voor. Maar ik vind gewoon, het is meer voor mezelf. Ik ben daar gewoon een beetje, je moet helemaal goed en perfect. Daar zo ben ik daarin en ja. Ik ga me heel even opmaken. Het is 4:45. Over een uur moeten we bij de kapper zijn. Of althans, ik moet bij de kapper zijn, maar ik wil wel gezellig mee. Dus ik maak me even op. Dan ga ik even een beetje opruimen. Tot het voor zo is. En dan, ze velle haarkleur. Oh! Ik heb me opgemaakt en ik heb weer eens mijn favoriete oogschaduwkleur op van... Vroeger was dit echt mijn go-to kleur. Een beetje roze-rood. Wat vinden jullie daarvan? Heel veel mensen die vinden het zeg maar soort van een huilkleur. En dat snap ik ook wel. Als het echt heel rood is, lijkt net alsof je gehuild hebt. Maar ik vind dit... Hallo, ik ben benieuwd naar jullie mening. En het is de kleur uit dit double exposure doosje van Smashbox. Deze. Is erg mooi. Die is ook erg mooi. Ze zijn allemaal erg mooi hoor. Als jullie dit kijken, er komt een review aan. Die is al af. Maar ja. Dit is dus de look. Oké, even opruimen. En dan zo naar de kapper met Foef. Oh, Foefje. Before. Ja, dit is echt verschrikkelijk licht. Dit is een before. Ik zei net al tegen me, overal waar je komt gaat iedereen zo naar je kijken met je felle haarkleurtjes. Foefje, before. Draai even je hoofd om. En dan die bij mijn baard. Die op je hoofd en die bij je baard? Ja. Ik dacht dat je zoiets wil. Dat haalbaar is ook. Ja, hè? Net zoals deze. Mm-hmm. Die zijn niet echt haalbaar, want die zijn echt heel erg licht. En die moeten echt een wit gewonde haar. Dat is echt van een pony. Ik vind dit dus echt enorm spannend. Ik ben erbij voor mental support. De bleek gaat erin. Foefje zit in de bleek. Hij mag zijn mond en zo niet te veel bewegen. Nope. Kijk hoe blond. Dit is zo gek. Het is gewoon geel blond. Ja, dat klopt. Daar één. Oké, daar komt hij. Het is wel dat je blauw paars bent. En dat gaan we nu opzetten. Dit is ook wel hartstikke leuk. Ja, hè? Ik weet niet wat het was oorspronkelijk, maar... Dat is Chris Brown. Ja. Daar is Foefje.
Oh, wat een water. Dus dat zal thuis ook nog gebeuren hoor. Ja. Ja. Kijk hoe vet. Check de spiegel. Wow, dit is crazy. Maar die, je ziet het misschien niet, maar die paars is echt zo fel ook. Zo. Ja. Dit is cool. Super cool. Ja. Zo awesome. Zou wel zo min mogelijk je bril dragen. Ik vind hem zonder bril eigenlijk cooler. Nu trekt je bril alle aandacht. Juist. Ik heb die onderen hier. Hij vindt het leuk hoor. Super awesome. Kijk poefje met zijn haar. Het is zo fijn. Zijn leven in de action. Poefje is zo blij met zijn haar. We hebben even wat lipbalsums om mee te nemen. En ik heb een t-shirt. Boodschapjes. Siem, heb je papa's haar al gezien? Kijk hoe die ziet. Siem don't care. Siem don't care. I love you anyway, Dad. Ja, zo hoort het te zijn. Kiddies, don't care. Hi, Dad, I love you. Oh. Ja, maar hij ziet misschien ook de kleur niet inderdaad, wat jij zei. Nee, maar het gaat om de boodschap. Kiddies, ja. Don't care. They love you unconditionally. Ja, maakt niet uit welke kleur je bent. Kijk eens wat ik heb. Lekker Shiba. Tegenwoordig eten ze prima uit één bakje. Dus, alsjeblieft. Lief, hè? Attack. Ik ga dit even maken. Ik heb hier pappardelle al uve. En dan heb ik hier pasta groenten. En dan heb ik baby spinazie. En ik heb deze saus met spinazie en rucola. Lekker makkelijk. Dit even snel koken. Dit aanbakken met dit. Dit bij de pasta gooien. Als klaar is, dan alles bij elkaar. Oeh, jammer. Food. Zo lief. Maar dat komt eigenlijk. Kijk. Omdat ik nog zo lief. Thanks, Mo. Kijk eens wat Foefje gemaakt heeft. Of nou ja, Foef met Roar samen. Ja, met Roar heb ik dit gemaakt. Het was een wit boehoef. Oh, die, ja, die hebben ze natuurlijk al gezien. Ja. Kijk hoe vet. Ja, dat is cool. Super dus vet. Dus als je kijkt. Zie je dat de man in de fik staat? Oh! Dit is de zon. Ja? En de rest is dan de lucht. Oh, wauw! Dit is echt cool! Ja? Vind je hem cool? Heel cool. Mooi. Nice. Very nice. Ja. Ik ben echt een super burner nu, hè? Met je baard en je dingetjes. Ja, dit zijn de enige kleuren die hier nog niet in zaten. Zeg. Nou, inderdaad. Nu moet ik dit even strijken. Ja. Nou, Foefje, tijd om te gaan slapen. Ja. Ben je nou al klaar met strijken? Ja. Helemaal? Ja? Yeah? Ja. Yeah. Yes! Als Foefje strijkt, dan staat de strijkplank er altijd in. Ja, ik ben klaar met strijken als we terugkomen, maar ik ben klaar met strijken voor nu. Yes. Die kleurtjes, dat is zo fun! Yeah! Yeah! Go Foefje! Yeah! Crazy colors. Yes. Nu alleen nog een handdoekje op het kussentje. Vliegtuig toch pas? Foefje. Hij zoekt het toch niet? Jawel. Nee. Alright, het is middernacht. Foefje, je bent niet hoofdnacht, hè? Het is middernacht, wij gaan lekker slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei. Hey, wij gaan slapen. Het is laat. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.